De plek waar je tot rust komt, je plezier beleeft en de plek waar je intens kan genieten van gezelschap en van de prachtige planten en bloemen. Hoveniersbedrijf Den Elzenhof is gespecialiseerd in tuinaanleg en tuinonderhoud en geeft ons vandaag een kijkje in de mogelijkheden. In deze tuin wordt eigenlijk de hoogteverschillen nagebootst van het heuvellandschap. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige producten, zoals granieten trapdelen, echte keramische tegels en gebakken klinkers. En ook het gebruik van kortenstaal is hier aanwezig in de vorm van vijverbakken en alle plantenbakken die op maat gemaakt zijn. Nou, de taak als souvenir denk ik dat het een uitdaging is om het interieur wat mensen binnen investeren, om dat buiten verder te investeren. En dan dat je een vervlechting krijgt van binnen en buiten. Dit is een grote landschappelijke hoeve. En hier hebben we een stukje ecologie meegenomen in deze tuin in de vorm van een regenwateropvangtank die we hebben ingegraven. Daarbij het water, het regenwater in dit geval, wordt gebruikt in de complete tuin. En regenwater zit vol mineralen wat ook nog eens heel goed voor je beplanting is. Nou, meer mogelijkheden zou bijvoorbeeld kunnen zijn in het gebruik van insectenhotels, wat heel modern is tegenwoordig, wat voor veel mensen wordt gedaan. Maar je kan ook bijvoorbeeld kijken naar een bepaald beplantingsplan wat je in een tuin kan verwezenlijken, zodat je ook heel veel bloemen creëert in borders en in tuinen. Zodat je daar ook een stukje ecologie en economie, maar ook bijvoorbeeld denken aan hommels en bijen en insecten, die kun je heel goed terug laten komen erin. Ik ben een hoveniersbedrijf begonnen omdat ik een voorliefde heb voor natuur en die is door mijn vader met de paplepel ingegoten. Het leukste aan mijn vak is om mensen gelukkig te maken. Als je goed luistert naar mensen en je staat je vak goed, dan kun je zo ver komen als jezelf wil. Ik vind het heel leuk om die wensen te verwezenlijken in een project. Dat kan klein zijn, middengroot of in dit geval heel groot. Ik ben ook heel passioneel in mijn vak, dus ik draag het ook uit als ik werk en bij mensen ben.